Wil je weten hoe het is? Oh, ik vind het zo schattig. Misschien heb je meer balans zonder mij. Kom! Zo leuk! Bij de allereerste dansles waren Maud en Jada, die konden het echt al super goed. Ja, wij zaten elkaar echt aan te kijken. Ik kon het zo snel. Wij zaten elkaar echt aan te kijken van, oh nee, shit, zo maar kunnen het is het helemaal gekomen, niet. Oh, die is een beetje verdrietig nieuws. Oh, yeah. Ik voelde me zo slecht. Oh, ik zal het moment vertellen dat we te horen kregen. Oh, dat was zo erg. Hoi! Ken je ons nog? Nou, ik mag te hopen van wel. Wij deden in 2020 auditie voor het Junior Song Festival. Het was een mega leuke ervaring die we zeker niet hadden willen missen, toch meiden? Ja, nee, klopt. Sowieso. In deze video gaan wij terugkijken op al onze leuke momenten. Wat waren jullie favoriete momenten? Kamp. Ja, ik kan Eurovisie. Vond ik het ook wel echt zo gaaf. Nou, laten we maar gaan kijken of die momenten ook in deze video voor gaan komen. Iemand popcorn? Ja, lekker. Ja. Thank you. Ik vind het zo eng. Ik doe vandaag een beetje een baby'tje nog. Ik heb een baby'tje nog. Mijn verslaving is zingen en acteren en dansen. Overal waar ik ben, als ik zit in de les, dan wordt mijn docent helemaal gek van me. Omdat ik alleen maar loop te zingen. Maar ja, het is mijn passie en ik wil ermee doorgaan. Gaat niet zo lang, oh, ja. Naomi. En kletsen. Ja, dat is nog steeds hoor. Dus niet kijken. Hier, ja, wat zit ik allemaal te lullen, joh? Die komen er gek voor mij. Ik ga vandaag het liedje Too Good at Goodbyes van Sam Smith zingen. Ik vind dat het belangrijk is dat ze horen wat je allemaal kan. En in dit nummer kan ik laten zien dat het niemand boeit het, Naomi. Niemand boeit het. Op sommige momenten heel hoog kan zingen. Dus. Nou, dit is gewoon mooi hoor, ik weet niet. Je hebt wel zo'n jonge stem. Ja. Ik was echt. Ik zei dat ik niet zenuwachtig was, maar. Ja, dat is het laatste stukje. Ja. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. Even serieus, dat dit gewoon 2 jaar geleden is, daar kan ik langer, me echt... Niet normaal. Het lijkt echt alsof het, ja, maar het lijkt echt alsof het nog eergisteren was hoor. Ik kan precies dit moment wel Ik ook wel. Dat je daar met z'n allen zat, dat je één voor één werd gehaald. Ik vond het echt heel spannend, maar... Ik weet nog, ik deed heel cool over dat ik het helemaal niet spannend vond. Maar toen ik daar stond en ik zag al die mensen naar me kijken, ik dacht echt, oké, toch wel spannend. Het was ook best wel zenuwachtig, maar achteraf maar als je eenmaal gaat zingen, als je eenmaal gaat zingen en ze stellen je ook echt wel gerust hoor. Ik weet nog wel, iedereen kwam één voor één terug met, ja, het was echt helemaal niet eng, het was echt leuk en zo. Dus ik had het wel Heel leuk. Ja, maar daardoor vond ik het juist eng, want dan dacht ik van, oh nee, straks vind ik het wel eng. Ik doe mee aan het Junior Song Festival, omdat ik heel erg van zingen en dansen hou. En dat was echt een kans. Oh, met die beugel. Heb je zin in? Ja, wel. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ja, dat dacht ik al. Gaan we heel even doen. Oké, gaan we even in- en uitademen. En dan gaan we even alles uitschudden. Even alles wel. Ja, goed zo. Oké, nou, high five. We gaan het rocken. Je mag naar binnen. Veel succes. Nog even dit. Klappen. Ik ga het goed klappen, dat is net erg. Nog even dit. Nog even laten we dansen tot maar dit is gewoon goed. Ja, nou, dat voor jou ook hoor. 1 minuut geleden zei. Ik herken jou echt. Maar daar gaat het hoor! Ja, ik klap dit! Ik had echt 1 minuut zo. Heel spannend. Oh, nee. Jada! Ik durf niet. Nou, Jada, maar Jada, jij bent echt het meest ik ben Jada en... Ja. Nou, Jada, Oké, Jada, heb je er zin in? Ja, heel erg veel. En ja, heel erg veel. Kun je het goed vinden met de rest en ja, zo? Ik vind het echt heel leuk, want we hadden al een beetje contact met elkaar via WhatsApp. Dus je kent elkaar ook al een beetje. Daar herken ik jou wel weer in hoor. Daar zit ik. Hoe Jada praat, zeg maar, zo herken ik haar wel heel erg daarin. Jongens, mag ik het heel grappig zeggen? Hier zit Demi en hier zit ik. En ik weet nog zo goed dat ik toen aan Demi ging vragen, ken je mij nog? Maar ik wist niet wie zij was. We hadden samen ook iets gedaan voor Kinderen voor Kinderen, maar ook met Jada. Maar Jada ging ik niet echt mee om. Ik had jou niet gezien. Nee, ik denk ook niet dat wij echt elkaar kennen, maar... Demi en ik gingen echt heel veel met elkaar om op de audities. Dus ik vroeg zo, ken je mij nog? Maar zij zo, nee. Ja, het was niet gewisseld. Wij waren met één zo'n meisje, waren we helemaal vriendinnen geworden op die audities. Maar ik herkende jou niet. Toen ging jij door en ik viel. Jij hebt geen bril meer. Nee, we hebben een blauwe brilletje. I get so lost inside your eyes. Would you believe it? Toen ik daar binnen liep, toen was ik nog best wel zenuwachtig. Wow, ik sta hier gewoon en... Het is de eerste keer ook dat ik meedoe, dus ik was ook blij dat ik sowieso deze ronde haalde. En of ik nou doorga of niet, ik blijf het gewoon heel leuk vinden. Zolang ik leef. Ik vind het zo slecht, oh mijn god. Nou, Jada. Heel ja, schattig. Je bent allemaal zo schattig. Ik ken jou wel, maar hier zie je, heb je wel echt nog een baby face. Ik wil
helemaal niet. Elke dag is mooier dan de ander. Oh jongens, nee. Maar het, ik vind het wel gewoon goed hoor. Ja. Nee. Maud! Het ding is wat jij zong. Wat zong jij? Ik heb het liedje gekozen omdat het een hele mooie wow, Maud. Is. En ik kon het Maud! Maud! Jij lijkt er echt nog 10 voor. Ja. Jouw haar. Jouw stem klinkt wel erg ouder. Jouw stem is echt Somebody else's loss is another's gain. I'm saying thank you to the one who let her get away. Ik hoorde het door, maar zou ik echt heel blij zijn. Ik zeg, Maud! Je was je show, jongen. Ik spleet is jouw tand. Ja, echt erg. Oh, dit is een schattig. Nee, ik heb dit zo verpest hier. Ik weet toen er was de eerste keer bij het feest. En toen werd je nou. Allee, ik lijk alsof ik net wakker ben. De krullen zijn klaar. Nee! Nee. Ik kan niet. Maar ik ben er dus helemaal klaar voor en ik ga de auto in. We moesten voor vandaag vier liedjes voorbereiden. En daarom ga ik eerst even mijn stem opwarmen, want dan kan ik ze zo meteen nog even oefenen. Welkom en gefeliciteerd. Ja. Toen matchten we al, jongens. Heb je er zin in? Ja! We beginnen eerst met z'n allen. Het nummer van Harry Styles. Jenny! Rainbow Paradise. Yes, nog maar geven. Oh, ik was hier zo, ik was hier echt strawberry zo van. Strawberry lipstick, stay on mine. Wil je weten hoe het komt? Oh, ik vind het zo schattig. Misschien heb je meer balans zonder mij. Ik moest dat zingen. Waren we nog even lang, jongen. Toen ik hier zong, zat ik echt een beetje van, oké, ik zing, maar ik moet het echt verwerken wat ik nu aan het doen ben. Ja. Want ik vond het zo, ik weet niet, omdat... Ik vond het dit was volgens mij de eerste keer dat ik in een groepje ging zingen, hè, met jullie. En toen was het echt zo, we hadden er echt al zin in, met z'n vieren. En toen was het een beetje van, oké, ja, dit klinkt echt goed. En we zaten elkaar echt zo aan te kijken van, ja, dit is het, jongen. Ja, hier waren ik nog wilde even ook lang, graag in een meidengroepje. En toen mocht ik met jullie zingen. Dus ik, yeah. Maar hier waren we nog even lang en nu niet meer. Nee, nu ben je een beetje achter. Alleen ik steek eruit. Ik moest met Maud, Demi en Naomi zingen. En ik vond het wel leuk, want we zijn alle vier echt kleine ukkies. Dat weet ik nog. Toen wij je naam zocht als girlband, toen zei iedereen de ukkies. Toen dacht ik echt, nou, als, ja, ik, dat als dat onze naam wordt, dan stop ik er mee, hoor. Ja, ik wil, dan zijn we dadelijk lang en nog steeds de ukkies. Ik vind Overval. Hier moet ik echt iets bij vertellen, want onze school, die had, het was net de audities waren geweest en toen hadden ze een brief gegeven van er wordt gefilmd in jullie klas. Ik dacht al van, Jezef gaat toch niet komen en zo. Dus ik had al een beetje het idee van, oh my god, straks is mijn overval. Ik ga stuk. Ik wist het gewoon wel een beetje. Mijn vermoeden. Hallo Mathieu. Hallo René ook. Kunt u me misschien naar Demi helpen? Ik weet niet in welke locatie ze zit. Ja, gaan we doen. Die zit aan die kant. Klop maar bij mij mee. Ik loop met jou mee. Hallo daar. Waar is Demi? Kijk eens. Hallo daar. Ik zit ook best fout. Op dit moment gaat er zoveel door je heen als zo iemand binnenkomt. Ja. Mag ik iets weten? Ja. Kom even bij me staan. Net voordat je het nu nog niet wist. Ja. Maar echt. Je zit erbij in de finalist. Kom binnen. Dankjewel. Oké, dit is dus de vader van Jada. Heb je een beetje een plaatje bedacht als ik er hem of... Ja, de bedoeling is eigenlijk dat we straks naar boven gaan. En dan ga je nu verstoppen in haar kamer. Dit is de kamer. Oh, mijn kamer! Jouw kamer! Maar jij verandert je kamer ook om de week. Wat is het plan? Hoe gaan we dat naar boven krijgen? Filmt Jada weer. Ja, ik heb weer mijn bed op een andere plek gezet. Ja, dan komen wij logeren. Ik denk dat ik gewoon naar de kamer stuur om de laptop te halen. Oh, mijn muur. Zo, iets voor installeren. Ja. En dan stuur ik haar zo naar boven. Die lampjes ook overal geplakt. Oh, dit lijkt me zo eng dat je kamer binnenkomt ineens. Ik zou echt... Jij gilde ineens. Dat vond ik nog best wel. Ik dacht, wat is dit nou? Jij wist niet wat je moest zeggen, denk ik. Dat je even dacht van, oh my god. Ja, dit had ik dus al niet gedaan, hè. Als mijn vader zei, pak even je laptop. Ja, dat had ik al niet gedaan. Dan zei ik, doe het zelf. Kijk mijn hoofd. Jouw blik. En toen wist je nog niet dat Matje... Ik zag echt, de kruis. Kijk, zo staar op die kamer. Jada, je stootte bijna je hoofd tegen het punt van de kast. Kijk dit. Wacht, hè. Wacht, kijk. Kijk hier. Hallo. Kijk hier, bijna je ik zag, ik was zo binnen en ik zag echt heel die cruise, zag ik zo staan met camera en alles. Ik dacht echt, wat doen jullie hier? Ja, maar dan schrik je je dood als je gewoon even een laptop kan pakken. Heb je misschien enig idee waarom ik hier ben? Of? Ik denk het wel. Wat leuk dit. Mag ik hem openmaken?
Dit is zo'n leuk moment. Echt, we zitten erbij met finalisten. Ik wist echt niet hoe ik moest reageren gewoon. Oh, maar ik wist ook niet wat ik moest zeggen. Gewoon zo van, oh nee, ik kan zorgen. Ik maak je echt niet. Maar waar was dat ook weer bij jou op school? Ja, ik had scheikunde, dan ben ik van maskot. Ja, jij zat echt zo met zo'n jas en zo'n bril. Oh, met vuur. Kijk, je ziet haar staan. Hoor je mij? Nee! Oh, oh, vuur. Wat zijn je aan het doen? Iemand! Ik was zo beschokken, weet je. Wat ben je aan het doen? Je antwoordt ook gewoon niet op wat je. Yes. Drie keer vraagt Mathieu, wat ben je aan het doen? Drie keer doet Mout. Vriend of zoiets, ga je naar iemand roepen en dan drie keer vraagt Mathieu, wat doe jij? Ik heb nas. Dit is echt niet grappig. Nou, dan heb ik nog leuk nieuws voor je. Die staart ook ziet er ook niet uit. Zo, Moutje, wacht ook even met openmaken. Laat iedereen maar even. Waarom had ik niet even die bril afgedaan? Ja, dat vraag ik me. Je bent door, je bent finalist. Zo erg, dit is echt de laatste keer dat ik dit kijk gewoon. Oh, wat schattig, Mout. Oh, dit vind ik heel lief. Ik ben weer onderweg. En de volgende die ik ga verrassen is... Naomi. Oké, we zijn dus in Brabant. En hier achter mij is dus de tandartspraktijk van de ouders. Even een grappig verhaal. Ik dacht dus dat ik een beugel kreeg. Dus ik was al helemaal chagrijnig die avond. Omdat mijn moeder zei dat ik een beugel kreeg. En ik wilde echt geen beugel, want ik heb al 6 beugels gehad. Dus ik was al echt chagrijnig. Dus je hoort me ook de hele tijd zeggen tegen mijn moeder, ik haat je. Het was gewoon grappig bedoeld. Oké, hallo. Ik ben hier. Ja, maar we houden het spannend. Dus vandaar dat ik luister. Oké, kamer 2. In kamer 2 zit. Okay, dan gaan we daar naartoe. Kom maar mee. Ze denkt dus dat ze foto's moet maken voor de beugel. Maar ze gaat iets heel anders. Ik zie daar al. Ze ligt op de stoel. We gaan naar binnen. Wat is het? Hallo? Ben ik bij de goede kamer? Ik was echt, ik weet niet wat ik dacht, maar ik vond het zo stom. Ik dacht dat nee. Maak hem eens open. Kijk, hier was mijn gezicht alweer. Jij bent zo vals. Ik haat je. Zeg je nou, je bent een vals? Vals. Ik zag die confetti kan en ik dacht, oh. Oh, wat een beeld. Wat had jij kort haar? Ja, hè? Ja. Heel anders. Oh, wie bij wie? Oh, dat was zo leuk. Wat was dat ook alweer? Ik ben ook zo groot vermoeden dat ik bij jullie zat. Ja, maar ik kwam als eerste. Ik kwam als eerste aan, dus ik dacht, nou, ik ben toch geen solist. Als ik zou moeten kiezen, dan denk ik Demi, Mout en Naomi. Heel veel succes. Met de audities moesten we ook samen zingen en het klonk echt mega mooi. Dus dat zou wel leuk zijn. Ben ik zo eng in die lift? Ik ook. Ook, ik heb een liftangst en ik moest helemaal mee eentje. Dat had ik nog nooit gedaan, maar ik durfde het niet te zeggen. Kijk, hier dacht ik echt, waarom sta ik hier alleen? Maar dat was er alleen. Dat was ook omdat we allemaal, we zaten echt apart zaten van elkaar. Niet bij elkaar. En we moesten gewoon een tijdje wachten. Dus niemand weet ook van, oh, ben ik nu eerst of is iedereen al bekend? Zeker 3 uur in de kamer, hè? Gewoon, ja, maar niemand, ja, dus als je uiteindelijk mocht, dan wist je ook niet van, ja, zijn er al mensen voor mij geweest? Ja, dat kon je gewoon niet weten. Dus Het was zo, iedereen dacht echt, ik ben solist of zo, als je daar alleen stond. En of het met een meisje is of met een jongen, dat maakt me niks uit. Heel veel succes. Niks uit. Oké, je kan het, hè? Oh, oeh, spannend. Ik keek het nog thuis en dacht ik echt... Toen jullie bij elkaar kwamen, wisten jullie het ook al waarschijnlijk. Ja. Was je blij? Ja, ik was zo blij. Ik was ook echt blij. Toen Jay zag, dacht ik, ah, wel een grote kans dat jullie dan ook nog komen. Ja. Heel leuk. Oh ja, heel leuk. Echt zo leuk. Ja, ik denk dat ik... liever solo wil dan in een groepje, maar een groepje. Nou, Naomi, wat een belediging. Nee, ik zeg nog. Ja, iedereen doet alsof ik niet in een groepje wil, maar ik zei nog. Maar een groepje lijkt me ook een leuke ervaring. Maar ik zou. Maar nou, en heb je spijt? Nee, kijk, je hoort het nog, kijk. Is ook wel weer een nieuwe ervaring. Maar ik zei het een beetje alsof ik echt per se solo wou. Maar het was gewoon meer van ja, solo vind ik echt niet erg of zo. Maar in een groepje lijkt me ook een leuke ervaring. Ja. Waarom? Oké, dat. Eigenlijk. Dus ik wilde het al. Kijk, allebei wel heel leuk. Succes. Yes.
my god. Je moest ook heel stil wat zijn. Wat doe ik hier ook? Ja. Je moest heel zwart. Je moest heel stil zijn, want je had ook maar meerdere verdiepingen. En dan, zeg maar, onder je zat bijvoorbeeld een andere act of zo. Dus je mocht ook niet het geschreeuw horen van anderen. Dan weet ze al dat je niet bij hun zit. Maar het was ook niet dat wij gingen gillen. Ik zat echt in mezelf zo van... Ja. Ja. Eigenlijk vind ik alles leuk waar ik in zou kunnen komen. Maar als ik zou kunnen kiezen, zou ik denk ik heel graag in een girlband willen komen. Omdat dat, denk ik, het gezelligst is. Succes. Ja, dit was echt leuk. Ik bleef ook gewoon staan, hè. Ik ging gewoon niet. Ja, ja, ja. Ik dacht, kom maar naar mij toe. Oh, bitch. Ja, jullie hielden mij vast en ik wilde even weer los, maar jullie lieten mij niet los. Je ziet me echt zo, laat me nou los. Kom! Ja, dat was zo leuk. Dit was zo leuk. Dit was echt leuk. Dit was echt de leukste ervaring. Dit is echt ook een van de leukste. Oh, dit weet ik wel. Tent opzetten duurt echt al 5 uur. Hallo, mijn koffer was echt 5 kilo of zo. En hun ineens zeggen, ja, je moet gaan rennen met je koffer. Ik dacht echt, hallo. Het eerste dag is begonnen! Wij hebben dus allemaal dezelfde tent. Behalve Maud. Maar Maud is ook blond, dus dat is ook een beetje anders. Dat is ook een beetje anders. Nou, laat het zo doen. Ik kon hem niet meer krijgen, dus ik heb een oranje. Kijk, nu Jada met de opmerking. Jij hebt wel dezelfde, alleen andere kleur. Nee. Nee, het is een hele andere. Oké, ja, gaan we opzetten, jongens. Ik heb thuis nog in mijn hoofd even het stappenplan doorgenomen. Ja, ik niet, zodat wat ik nu goed zou doen, heen. Want mijn vader is er bij. Laten we maar beginnen. Nou. Oh, ja. Dit was zo leuk om te doen. Demi was echt een dikke. Huh? Moet je daar vliegen? Ja, ik ben mijn haringen kwijt. Het gaat echt slecht. Waar zijn jullie? Ah, nee. Ik ben haringen kwijt. Wij liggen daar. Zie mij ook echt kijken. Ik zat echt goed. Ja, dan moet je er bovenop liggen. Nee, je mag gewoon bij mij slapen. Mag wel. Oh. Het gaat niet zo goed. Want ik snap dit helemaal niet. Jullie hebben het over Forten, maar ik heb hier de haringen. Maar deze moet stoppen. Mijn tent staat al bijna, maar dat is niet voor jullie gebleven. Oké, ja, dit is klaar. Ik heb echt een goede lifehack met een houtblok. Kijk, ik ging jullie wel allemaal helpen, maar mijn eigen tent was nog niet eens gemaakt. Maar niemand boeit, waarom laat je het zien? Ik kreeg er niet in, dus ik heb een houtblok gepakt waarmee ik gewoon... Jullie hebben natuurlijk jullie het liedje ingezongen. En ik heb dus de definitieve versie, die gaan jullie nu horen. Zijn jullie er klaar voor? Even alle voeten voorzitten. Teddy, ga even lekker zitten. Ik heb hem ook nog niet gehoord. Ja, Teddy, ga zitten. Ga zitten. Oh, dit was zo leuk. Dat groepsnummer vond ik echt leuk. Oh, dit was ook leuk. Dit was echt marshmallows. Oh, dit wil ik echt overnieuw doen. Dit is zo'n goede stok, Teddy. Ja, maar ik gun ook heel veel. Tjaka. Haha, thanks. Hier kan ik echt een marshmallow hoor. Oh my god, hij wil. Ik heb er nog een. Hij zit er echt goed in, jongens. Ik ben echt terug. Kijk eens, niet van mij. Oh my god. Nee, ik heb we gaan nu muziek opzetten. Dit is gewoon mijn leven. Het was echt zo leuk. Ik was echt op hierna. Ja, ik was ook wel een beetje dood. Ik heb ook 0 minuten geslapen, niet gewoon. Nee, ik heb alleen maar even in de ochtend. Ik een half uur denk ik, 's ochtends eventjes een power nappy. Ik vond het dansje zo moeilijk van ons begin. Ik kon het niet. Ik ook niet. Wist je nog, Demi, dat Maud en Jada toen bij de allereerste dansles waren, Maud en Jada, die konden het echt wel super goed. Ja, wij zaten elkaar echt aan te kijken. Ik kon het zo wij zaten elkaar echt aan te kijken van, oh nee, shit, zo maar kunnen het helemaal niet.
En hun zaten helemaal van, oh ja, zo moet het, zo moet het. Demi en ik zaten er echt geen idee wat we doen. En wij keken elkaar echt aan. Dit die, oh oh oh, dat is echt zo'n leuk moment, weet je wel. Het is nu 23.50, jongens. Ja, ze verstoppen allemaal in mijn tent. Dat is niet de bedoeling. Er viel een beest op mij! Dit kan ik me oprecht niet meer herinneren wat ik nu aan het doen ben. Oh, ik word helemaal bang. Oh, je haar is statisch. Er vloog echt een beest bijna mijn mond. Jongens, we zitten nu in mijn tent. Ja, ik slaap bij Jada. Mag ik hoor? Kijk, omdat wij liever niet zijn, maar ik weet van niet. Slaapt Maud gezellig naast mij. Want Demi slaapt ook bij de oom. Jij sliep bij mij. Ja, dat was ziek. Maar uiteindelijk hebben we niet geslapen, gedaan. Dus ik ben niet nee, dus jullie zaten film te kijken toen. Ja, 10 minuten. Wij zijn de film te wachten ook de hele tijd. Ja, dus dat is wel gezellig. Gezelliger dan alleen. Wij gaan nu naar Mautie. Doei, of zoiets. We gaan nu lekker slapen. Dat was het. Jij niet zo. Doei, of zoiets deed jij. Kijk. Nee, zo stoer. Slaap lekker. Slaap lekker. Oh, dit was echt mijn eerste nachtmerries. Oh, dit weet ik nog. Dit vond ik zo leuk. Dit vond ik echt niet leuk. We stonden echt vast, hè. En terwijl dat ding al echt half omhoog was. We gingen jouw pesten ermee. Ja, ik vond het echt niet leuk. Anders gaan we weg zonder de deur dicht, want dan gaan we, kan niet. Kijk, daarom niet meer blij. Maakt helemaal geen stress. Demi zit al allemaal scenario's in de hoofd te bedenken wat gaat er gebeuren. Gaat iemand nog die deur dicht? Ik dacht, gaan we nou nog een keer? Of gaan we al? Kijk, en hier liep hij dus vast. Dat was zo eng. Oh, dit was echt zo leuk. Deze dag was echt leuk. Ja, dat was echt leuk. Dit was echt voor het eerst dat ik zoiets deed. Ja. Ik weet nog dat ze tegen ons zeiden, ja, we gaan ook nog ergens bij een milkshake café. Zo, dan gaan we milkshakes. Toen waren we zo hyper, toen wilden we alleen maar naar die milkshake café. We hadden. Zijn we nog klaar met een dansje? Ja, dat was echt, ja, dat was echt heel leuk. Schattig. Ik weet dat nog. Dat was echt zo leuk. Het moest dus super lang lopen en toen gingen we nog verkeerd. Nee, dit was zo awkward. Dan moest je naar elkaar gaan lachen en dan gaan ze filmen. Oh ja. Wij moesten dus heel tijd naar elkaar toe kijken. Maar het is ook gewoon echt grappig om te zien dat wij toen nog gewoon nul ervaring hadden met videoclips, zeg maar, met z'n vieren. En dat we voor het eerst met z'n vieren. En nu is het zo anders of zo. Sowieso onze groei die we gemaakt hebben, denk ik. Maar videoclips maken is sowieso heel leuk. Ja, dat sowieso. Ja, dat klopt. Dat vind ik een beetje voor een tussendoorslot, maar dat is dan een beetje awkward. Kijk maar naar Mouten. Het is heel raar. Maar... Zullen wij dat ook doen? Zo, we waren helemaal niet awkward, ja, nee, maar als je dan zo'n shot moet doen, dan denk je echt... Nou, Mout. Ja, maar nu is het, nu zouden we het wel kunnen denken. Echt? Of gaan we hier inspelen? And every dist! Krekelgeluid. Het gaat eigenlijk super goed. We gaan telkens naar andere locaties om allemaal, ja, alles op te nemen op verschillende plekken. Nice! Nice! We're going on a trip and we're going to the and I get Dit vond ik ook een leuke plek. Besef dit gewoon, hè. Daar hebben we gewoon iets vastgelegd wat iedereen nu nog kan zien. Hoeveel weggaat heeft het ook al niet? Ja, echt veel, hè? Echt 3 miljoen naar zo. Ja, bizar. Nou, de clip was zo leuk. Ja, ik weet dat gewoon nog. Naar allemaal verschillende plekken. Maar het was ook gewoon... We wilden ook gewoon echt meteen al het eindresultaat zien. Ja. Het duurde zo lang om te wachten voordat je eindelijk kon zien dat het klaar was. Maar het was wel echt heel leuk. Was het voor jullie eerste keer om video's te nemen? Bij mij wel. Bij kinderen. Jullie met kinderen. Maar ik vond het sowieso gewoon... Op dat moment weet je natuurlijk, dit is de eerste keer dat we met z'n vier gaan doen. En misschien komen er later nog wel meerdere dingen, weet je wel. Dus ik vind het heel leuk om dit terug te zien hoe we toen... Ja, je ziet toch wel dat die sfeer er altijd al is geweest of zo tussen ons. Dat nooit weggegaan. Nee, de videoclips opnemen zijn echt... Is echt ja, is echt zo leuk. Ja. En Jezus doet het ook wel altijd echt superleuk. We hadden ook wel echt leuke plekken en ook echt leuke kleding. Dus alles was ook helemaal... Helemaal leuk. Nou, we zijn nu dus allemaal shots aan het opnemen dat we allemaal alleen door de stad lopen. Oh, yeah. En uiteindelijk toen hielden wij een hele film van auto's op. Omdat we filmen. Ja, die hebben we net snel bedacht. Voor elk optreden. Oh, ja. Hier hebben we het bedacht. Ja. Onderweg toen we gingen lopen. Best fan dat. Voor. Moet je het best friends dat altijd. Unity, dat zijn wij. Hey! Nou, dat doen we nog steeds. Dat is echt schattig. Nationale finale. Nou, we hebben
een beetje verdrietig nieuws gekregen. Ik voelde me zo slecht. Oh, zou je het moment vertellen dat we te horen kregen? Oh, dat was zo erg. We waren met z'n allen aan het feesten. Ja. We zaten zeg maar in een hotel en je moest gewoon testen, want corona was daar natuurlijk. Ja, dat hadden we echt al die ochtend daarvoor toch al gedaan. Ja, je moest dus testen en dan kreeg je de uitslag in het hotel de avond voor de finale. Ja. Ja. Dus nou, heel snel kregen wij eigenlijk allemaal negatief. We waren gewoon aan het bellen. We zaten echt te wachten op die van Demi. En Robin. En Robin. Ja. Robin was er ook nog niet. We hadden alweer zo'n voorgevoel van, oh, waarom duurt het nou zo lang? Maar ja, we dachten natuurlijk van... Ik had echt oprecht helemaal niks. Het was niet eens snufje verkouden. En Robin, nee, Robin volgens mij ook niet. Nee, ook niet. Nee. En toen was het positief en ik weet nog zo goed, ik moest huilen. Het was Demi, Pim zei, het vader van Demi zei zo, ja, ik heb hem. En ik hoorde ze op de achtergrond, positief. En Demi zo, Demi zo. Ophangen, ja, dat was meteen. Het was zo. Mijn moeder werd ook gewoon boos op Nicole, alsof Nicole dat wat aan kon doen. En ze heeft helemaal geen corona. Ik werd ook boos, ik zei ik ga niet meer meedoen. Ja, en dat was dus. Dus Demi moest alleen in haar kamer zitten. En Jada kwam naar ons hotel, want Jada die woonde heel dichtbij Rotterdam Ahoy. Dus die was niet in het hotel, maar die kwam naar het hotel. En ik zei de hele tijd tegen mijn ouders, mag ik naar Mout? En ik ging naar Mout, allebei in tranen, elkaar zo opvangen. En toen Jada kwam was het nog erg, toen zaten we met z'n drieën op een ruipen bed. Voor Demi's kamer. Er werd zo tegen ons gezegd van, meid, het komt gewoon goed. Jullie gaan het gewoon nog steeds goed doen. Doe dit voor Demi en Mout. Nee, je gaat niet meer meedoen. Ik stop. En die was helemaal boos. Maar besef hoe raar dat jullie gewoon... Dat wij gewoon echt een half jaar hadden geoefend voor onze act. En dat je een paar uur van tevoren hoort. Maar dan voel je ook wel echt. Dan voelt het echt alsof alles gewoon. We hebben ook heel de dag gehuild, dat weet ik. Ja, en ik raakte zo'n stress. En ik dacht, oh nee. Ja, het was voor ons ook. We moesten natuurlijk, maar dat ga je misschien nog wel zien. We moesten de hele choreo natuurlijk gewoon. We moesten aanpassen. Dingen van elkaar aanpakken. Wat we helemaal nooit hadden gedaan. Dus dat was gewoon zo raar voor ons. En op een gegeven moment, we dachten wel van, oké, weet je, we kunnen het nog steeds. Maar het was gewoon, het voelt gewoon niet anders. En dan was het ook voor ons een beetje van, ja, stel we zouden het niet winnen. Dan zouden we het gewoon nooit meer met z'n vieren kunnen doen. Daarom dat moment dat we wonnen, ik weet nog zo goed dat ik echt... We waren zo blij dat we met Demi. Het enige waar we aan dachten was Demi. Koekoek. Zo. Het blijft gek om dit te zien met z'n drieën. Ik heb dit de laatste keer gezien, letterlijk op de dag van de finale. Maar ik weet ook nog dat er waren best wel veel mensen die natuurlijk zeiden van, nou ja, het is niet super goed. En veel mensen zeiden ook van, zenuwen. En er zijn natuurlijk altijd andere mensen die vinden dat iemand anders moet winnen. Dus daar waren heel veel reacties over. En wij wisten dat natuurlijk zelf ook al, maar dat is gewoon, ja, je mist gewoon een hele... Er waren gewoon mensen die dat ik niet vond dat zo lullig, want hun weten natuurlijk ook niet wat er dan in jullie hoofd omgaat. Precies, en het is gewoon, ja, op zo'n moment, ja, weet je, ik vond het ook niet echt het beste. Nee, het was wel gewoon zoiets van, je moet wel bedenken natuurlijk dat één iemand gewoon helemaal wegvalt. En dat je gewoon een hele stem mist. Gewoon één, en als er één iemand weggehaald, het is gewoon geen geheel. Ja, en sommige mensen weten het niet, maar wij zingen natuurlijk meer stemmig. Dus wij doen niet alle vier dezelfde stem. En bijvoorbeeld Demi, die heeft dan een stem en die is er dan ineens niet meer. En wij kunnen niet ineens één persoon extra erbij gaan doen. Ik was echt zo buiten adem. Wij moesten altijd touwtjes springen. Ja. Hebben jullie dat echt gedaan? Even eerlijk. Ja, maar niet. Ik heb het alleen een week van tevoren. Nee, precies. Niet altijd. Maar nee, ik heb het wel gedaan. De week van tevoren heb ik het. Lekker. Maar het is ook sommige mensen doen wat anders in plaats van springen. Ja. Die pakjes ook. Ja, ja, dat is zo leuk. Allemaal onze eigen kleur. Ja. 12 punten gaan naar Unity. Oh, ik vind dit altijd zo leuk. Huilen zo hoor. Dit vond ik echt leuk. Ik weet het moment gewoon eigenlijk echt niet meer hoor. Wat ik wel. En hier zeggen wij zo meteen in de camera van, deze is voor jou, Demi. Ja. Ik had mijn hele naam nog vaker gehoord dan jullie eigen naam, terwijl ik niet eens was. Volgens mij jij was zeg maar het gespreksonderwerp als we niks meer konden zeggen, dan ging ik hoi Demi. Hoe voelen jullie? Hadden jullie dit verwacht? Of? Nee, echt totaal. Dat was wel echt waar. Ik had het echt niet verwacht. Iedereen heeft evenveel kansen als het dan gebeurt. Het is gewoon niet te beseffen. Nee, want ik zag dus dat er ook wat traantjes waren losgekomen. Ja, dat kwam denk ik vooral doordat we dit wouden doen voor Demi. En dat is gelukt. Voor Demi. En jullie hebben het ook voor jezelf gedaan en voor natuurlijk heel veel. Precies, Mathieu. Precies. Jullie zijn dus met z'n drieën en Demi zit thuis op de bank helaas. Willen jullie nog iets tegen haar zeggen? Ja, dat we natuurlijk super trots zijn. En dat ze de volgende keer wel gewoon lekker met ons mee kan doen. Ja, en we houden heel veel van je. We houden van je, Demi. Je bent er altijd in ons hart, Demi. Oh, dat was zo leuk. Ja, ik ging gewoon met mijn hoofd in beeld, dus ik vond dat het hier zo. We houden zoveel van je, Demi. Ja, jij gaat ook nog meedoen. Ja, je mag meedoen. Toen ik
het moest kijken op de bank was wel een beetje gek of zo. Want je hoort er wel bij. Dus dan is het een beetje raar als je opeens jullie dat zelf ziet doen. Maar het was wel heel erg. Het was wel heel erg trots. Volgens mij was het voor jou ook gewoon nog echt zenuwslopender dan voor ons. Ja, ik zat echt zoveel spanning zat ik op de bank, want ik wilde zo graag dat je. En jij weet ook niet hoe wij ons voelen op dat moment, of hoe wij denken of zo. Ja. Nee. Die punten waren zo spannend, hè? Ja, ik vond dat ook heel spannend. De internationale finale. Ja, maar wat sommige mensen weten het niet, maar dit was gewoon in Nederland, hè? Ja, het was niet echt internationaal voor ons, want het was in Nederland, maar we gingen niet naar Polen. Nee, we gingen niet naar Polen door corona. Ja, maar we hadden wel geluk dat het nog door kon gaan. En het werd uitgezonden in Polen. Dus daarom ook misschien, heb je wel gezien, bij het groepsnummer staan we allemaal op een greenscreen, zeg maar, toen we het groepsnummer van het internationale Eurovisie gingen doen, stonden we allemaal met een greenscreen, zeg maar, op het podium. Met ons de opnamedag was ook zo, ik kwam niet uit mijn woorden. Ja. Ik was denk van de opnamedag alsnog zenuwachtig. Je wist dat het niet op dat moment zou worden uitgezonden, maar je was eigenlijk met z'n tweeën. Het was wel heel raar dat we het niet live deden. Dat vond ik wel heel raar, maar ik vond het wel heel leuk. Dus nu gaan we kijken hoe we het podium gaan zien en hoe alle voorbereidingen waren en zo. Ja. Dit was trouwens de opnamedag, dat we het dus gingen filmen. In deze studio gaat het dan allemaal gebeuren. De meiden mogen eindelijk het podium zien. Oh, podium! Het is zo mooi! Oh my god! Galaxy! Ik heb er nu echt zo vet. Dit echt zo gaaf. Ja. Besef dat we gewoon hier gaan optreden. Ja. Ja, echt wow. Jongens, kom, we gaan naar het podium. Ja? Ja, we gaan naar het podium. Welke kant is het? We lijken zoveel ouder met de make-up. Ja. Zoals gezien kunnen de meiden haast niet wachten om op het podium te staan. Wij handjes vast. Een hele speciale verrassing voor ze. Dat is wel leuk om te vertellen, want tegen ons werd er gezegd van ja, jullie krijgen een soort van animatie op de achtergrond. Met een soort, iemand had tegen ons gezegd een soort schim, zei hij, van een soort schaduw van ons, zeg maar, dat achter. Dus wij hadden een beetje in ons hoofd een beetje van, oh, er komt zo'n schaduw van ons die dan aan het bewegen is, dat moesten we ook opnemen. Ja. En uiteindelijk, het eindresultaat was zoveel anders, ja, was dus zo daarom mooi. Was het nog onverwachter. Dus tijdens ons optreden kijk hier. Led en dan zie je een soort van, ja, onze figuur. Animatiepoppetjes. Ja, daar gaat het nog onze anders. Figuren dachten we. Dus wij hadden niet verwacht dat er echt helemaal nagemaakt met kleur en kleding en alles. Let maar op. Let maar op. Dit was al Unity. Percent. Oké. Ze stonden ervoor. Dit was zo. Ik weet nog wat ik dacht. Ik dacht, wat is dit nou hier? Ja, ik ook. Ik was echt in shock. Ik vraag me echt zo erg af hoe dit gemaakt is. Dat is echt bizar. Maar dit maakte ons optreden ook wel echt. Ja. Dit was zo leuk. Kijk eens lopen dan. Het enige wat wij kunnen zeggen is, oh my god, ja, zo leuk, oh my god, kijk dat, oh my god. Ja, alleen maar, oh my god. Met die voetjes zo. Het was zo goed gemaakt. Dit had ik echt niet verwacht. En zonnetje. Kijken naar dezelfde maan. Die tilpjes. Wij zijn echt van die typische Nederlandse dingetjes, dat is echt leuk. Op zo'n moment besef je echt dat dit allemaal voor ons is gedaan. Ja, dat had ik op dat moment echt niet door, maar gewoon. Echt bizar. Zo dankbaar. Nee, Mout is ook altijd zijn wij gewonnen. Ben jij dat? Ja. Ook van de Unity. Dit had ik dus gewoon echt totaal niet verwacht. Ik dacht dat we gewoon ook als een soort schaduw naast elkaar. Ja, als een soort schaduw, maar gewoon niet. Die boy. Oh ja. Ik wil gewoon terug naar dit moment. Ik ook. Dat was zo. Die dag ging ook zo snel. Kijk, op zo'n moment ben je zo hyper en is er al van alles om je heen. Maar nu als je terugkijkt, besef je echt van hoeveel wij eigenlijk hebben mogen doen. De dag is dan eindelijk aangebroken. Het is de dag van de grote finale. Ik heb er super veel zin in en we hebben vandaag allerlei voorbereidingen. En natuurlijk de grote show. Hoor van Maal, ik heb er echt super veel zin in. En ik heb gehoord dat Maud hier ook al is. Dit gebouw was echt ons tweede huis. Ja, die kwam er zo vaak. Wat een meme, Jaden. Goed? Met jou? Goed. Ik sta dus hier met mijn koffertje, want we gaan vandaag de finale doen. Ja, we gaan lekker kijken naar alle optredens en vandaag is dus de dag van de finale. Demi! Kom zo hoog. Oh, dit was leuk. We zijn dus net uit de visagie en we gaan nu de green room bekijken. We zijn er helemaal klaar voor. Dus let's go! Ja, de green room is trouwens de studio waar we gaan zitten. Ja, dat snapt iedereen wel. Kom. Ik dacht nog even uitleg. Oh, dat vond ik zo leuk, dat moment van om naar de lijst te gaan. Zij is zo hyper. Jongens, dit is toch leuk? Maar ik vind nu wordt het wel echt heel spannend als je dit zo ziet. Ja. Ik word al helemaal zenuwachtig. Ik heb echt zin in vanavond. Ja, ik ook. Ik kan niet meer wachten. Dit weet ik ook nog, toen uiteindelijk bij de uitslag,
toen was iedereen echt super zielig, omdat ze dan niet hadden gewonnen. Wij zaten heel erg. Wij deden echt gewoon gewonnen. Wij deden echt alsof we gewonnen hadden. Ja, maar hij zat ook echt, wat doen jullie? Ze zijn vierde. Ja. We konden nog derde worden, maar Spanje, die moesten er even uitpakken hoor. Met één punt. Wij waren er zo blij voor, maar wij hoopten ook dat zij ging winnen als we zelf niet wonnen. Zij reageert ook nog steeds onder onze foto's en zo. Serieus, ze stuurt je gewoon nog berichten. Ze stuurt gewoon nog snapjes naar mij en zo, hè? Ja, mij ook. Ze reageert weer onder onze foto's, beautiful. Oh. Maar het is ook echt op zo'n moment, weet je wel, welke plaats je ook wordt. Het is zo, je moet zo trots zijn dat je op zo'n podium kan staan. Ze zijn vierde van heel Europa. Ja. Maar al ben je 18, al ben je 23ste, weet je wel, je staat daar alsnog. En dan moet je echt trots op zijn dat je dat mag doen. Ja. Ja. Het was nog minder erg dan ik dacht, gelukkig. Als ik het zo weer terugkijk, dan denk ik, ik mis het echt wel weer gewoon. Ja, jezus, het is echt zo'n leuke tijd. Het is echt, je hele leven gaat gewoon veranderen, maar echt op een superleuke manier. Ja, precies. En we zijn nu nog steeds bezig. En zo, ja, dus ik ben echt blij dat we precies op die dag elkaar zagen en dachten, ja, dit wordt het. Nee. 2 jaar later en we zijn er nog steeds. Ja, wie had dat nou gedacht? Ja. Ik wel hoor. Ik ook wel. Ik dacht echt wel, ja, wij gaan sowieso wel nog even door. Ik hoop het wel, maar het is altijd wel eng, hè? Ja, omdat je met z'n vieren bent. Het zijn vier random kinderen eigenlijk gewoon bij elkaar. Want ja, ik ken alleen Jada, maar jullie niet. Ik jou wel, maar jij mij niet. Nou, we hebben natuurlijk nu superveel dingen gezien, maar ook superveel dingen natuurlijk niet. Terwijl er eigenlijk helemaal in. Challenges. Ja, we hebben superveel andere leuke dingen mogen doen. Challenges en nog andere videoclips die we hebben opgenomen. Best Friends hebben we natuurlijk, dat hebben we gezien. We hebben Most Girls. En onze single Have My Heart. Ja. Welke vonden jullie leuk? Welke vinden jullie kijkers het leukste? Oh. Ja, laat het even weten. Welke vonden jullie het leukst? Ik vond Best Friends. Ja, ik denk het wel. Die drie vind ik Best Friends. Ik vond zelf Most Girls ook wel leuk. Ik ook. Ja, dat vond ik ook wel leuk. En we hebben natuurlijk ook nog andere videoclips gemaakt. Na ons Junior Songfestivaljaar. Dat was van We staan aan en ons kerstnummer Christmas. En er komt nog een nieuw liedje aan. En we zijn er zelf super blij mee. Hou ons zusjes in de gaten, want er komt sowieso natuurlijk meer van ons. Ja, ja, en dan kunnen we over een jaar hier nog een keer zitten en zeggen welke andere videoclips we nog hebben. Nou, dat was hem. Vonden jullie deze video nou net zo leuk als dat wij het vonden? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker ook even. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Doei.